zaten in de bus, we gingen de carpool karaoke doen. Oh, wat leuk! Ja, allemaal camera's in de bus. We gingen het liedje Uptown Funk doen. Uptown Funk, you up. Toen gingen we net weg op de plek waar we hadden gefilmd, waar de workshop was. Of het overleven is dan nog wel. Tim, die ging ons natuurlijk rijden, want die ging meezingen. En ik dacht dat mannen wel auto konden rijden, maar dat is dus... Oh, pas op! En dan moesten we zo'n bocht maken. En de auto was even groot als dat stuk. Maar het lukte elke keer precies wel, wanneer er gewoon een vrouw aan het stuur zat. Dat was erg, jongen. This one for the hookers, they do the silent. En toen hoorde je... De crew die achter het busje stond, keek ook echt zo van, wat doet Tim? Wat doet hij? Tja, kan gebeuren. Toen stopte Tim even om te kijken hoe groot de kras was. Nee, jullie blijven zitten. Ah, ik wil het zien. Maurits heeft het gewoon gefotoshopt. Nee. Ja, maar goed, het is denk ik iets zo'n krasje of zo. Zoiets is hij volgens mij. Nee, echt een dikke kras op de nee, ja? Ja. Nee. Is dat echt zo? Ja, echt. Tim, ben je echt je baan kwijt? Wij dachten gewoon, hij zegt maar wat. Toen we aankwamen hier in het huis, toen zijn we meteen helemaal uit het auto gered. En maar kijken. Ik zie het helemaal niet, joh. Het is al gebeurd, weet je wel, maar het is maar een piepklein krasje. Zoiets. Zo'n grote kras. Zo'n kras of zo? Maar niet gewoon zo lichtjes. Nee, echt zo'n dikke grote kras. Oh, wat een kras zit erop, zeg. En het is een huurauto, dus heel vervelend. Maar het was dus mooi kut. Ja, dat is het. Ik zeg, het gebeurt nooit weer. Ik denk niet dat ze hem meer zo snel aan het sturen hebben. Don't believe it, just watch. Woo!